heet een donkerbruin cafeetje. Daar staan de klanten in de rij. Want aan de tap staat blonde Greetje. Daar is Brigitte Bardot. Een oude tante bij en elke avond dan doet Greetje het laatste uur voordat ze sluit. Eerst wat lampjes uit dit cafeetje. En dan nog meer, nog meer, nog veel meer uit. De klanten die wel eens wat anders willen. Dan koffieleuten met hun eigen mien. Die staan dan als een juffers om te trillen. Wanneer ze Greetjes blanke lijfje zien. Want ieder onderdeel, dat is een prachtjuweel. Ik heet een donkerbruin cafeetje. Daar staan de klanten in de rij. Want aan de tap staat blonde Greetje. Daar is Brigitte Bardot. Een oude tante bij. En elke avond dan doet Greetje het laatste uur voor. Eerst wat lampjes uit dit cafeetje. En dan nog meer, nog meer, nog veel meer uit. En is cafeetje niet op tijd gesloten, dan krijgt ze de politie aan de deur. En zien ze bij de tap dat mooie blote, dan zegt zo'n toffe oude inspecteur. Had ik die maar in de cel, ik heb nou al kippenvel. Ik heet een donkerbruin cafeetje, daar staan de klanten in de rij. Want aan de tap staat blonde Greetje, daar is Brigitte Bardot. Een oude tante bij en elke avond dan doet Greetje het laatste uur voor. Eerst wat lampjes uit in het cafeetje. En dan nog meer, nog meer, nog veel meer uit. Ik heet een donkerbruin cafeetje. Daar staan de klanten in de rij. Want aan de tap staat blonde Greetje. Daar is Brigitte Bardot. Eerst wat lampjes